Soms kan ik hier wel gewoon redelijk normaal langs rijden. Maar er zijn ook wel momenten dat ik er echt gewoon wel heel erg moeilijk mee heb om hier gewoon überhaupt te zijn. Het leven van Suzanne Kuiper en haar gezin werd ruim 2 jaar geleden volledig op zijn kop gezet. Haar jongste zoontje Bem van 4 werd om de hoek van hun huis aangereden en overleed ter plaatse. Die dag was ik vrij van mijn werk. En de jongens hadden vakantie, voorjaarsvakantie. En het was gewoon hartstikke mooi weer, dus de jongens zijn binnen eventjes bezig geweest. Bem heeft nog een huis van Duplo gebouwd. En toen zijn ze eigenlijk naar buiten gegaan. Hij klopte op het raam omdat ik gewoon binnen was. En even zwaaien naar mama. Ik heb toen teruggezwaaid, klapjes gegeven. En toen is hij eigenlijk weer gaan spelen. En ik denk dat het zo'n 10 minuten later was. Hoorden we heel hard geschreeuw. En dat bleek Jay te wezen. Die schreeuwde eigenlijk mama, mama, mama. Dus we zijn gelijk naar buiten gevlogen. En zie ik een vrouw met Bem in de armen staan. De jongens waren hier eigenlijk op stoep aan het spelen. Toen is Bem eigenlijk achter dezelfde auto die er nou staat, is hij overgestoken. De auto kwam van die kant. Dus Bem is, Jay is eigenlijk eerst overgestoken. Daarna is Bem overgestoken. Nou ja. En Bem lag eigenlijk hier op de heuvel. Lag hij. En toen hebben we hem hier neergelegd. Nou ja, toen heeft hij hier dus eigenlijk ook echt daadwerkelijk overleden. De stoep. Al vrij snel bleek dat de bestuurder van 18 geen rijbewijs had. En zijn moeder, die Bem na het ongeluk in haar armen hield, in de bijrijdersstoel zat. Wat het voor Suzanne en haar vriend allemaal nog pijnlijker maakte. Ik snap überhaupt niet dat je dan je kind laat rijden. Weet je, als je dat dan een keer op een parkeerplaats, weet ik wat. Snap ik hoor, ik bedoel, dat snap ik echt wel. Maar niet in een woonwijk en niet voor een basisschool langs. Nee, het was hartstikke mooi weer. Er waren echt heel veel kinderen op straat aan het spelen. En nou ja, ik snap dat gewoon niet. En het is niet dat dit stukje het eerste stukje was wat hij reed. Hij was al vanuit Groningen, van de vader, was hij al aan het rijden. Dus hun zijn eigenlijk naar een vriendin van haar toe gegaan, van zijn moeder. Nee, ik ken die mensen totaal niet. Nee, nu nog niet. Ze wonen in hetzelfde dorpje hier. Ik zie ze gelukkig niet zo vaak. Hij werkt bij een Jumbo. Nou ja, die Jumbo ontwijk ik natuurlijk, dus daar ga ik expres niet heen. Nou ja, nee, ik kom ze niet vaak tegen. Ik heb ze wel enkele keer gezien hoor. Ik heb hem op zijn scootertje zien ronddraaien vlak na het ongeluk. En in de auto ben ik hem ook al tegengekomen. Dat ik denk van, hoe dan? Maar ja, weet je dat, ik hou dat niet tegen. Ze hebben mij, zijn moeder eigenlijk heeft dan, na 2, 3 maanden geloof ik, heeft zij een brief gestuurd. Nadat ik zelf had aangegeven van, bij de familieagent. Van, nou ja, weet je, als ik dit had gedaan, zou ik toch wel iets van me laten horen. Nou ja, toen bleek dus, de politie had hun opdracht gegeven om geen contact met ons op te nemen. Nou, daar hebben zij zich gewoon aan gehouden. Nou ja, toen ik dat dus aangegeven heb, heeft zij een brief geschreven. Nou ja, daar stond eigenlijk alleen het enige woordje spijt was dat het spijt dat hun erbij betrokken waren. Dus niet het spijt dat je kind weg is of nee, spijt dat hun erbij betrokken waren. Ik vond het heel cru. Nu ben ik alleen maar boos. En die boosheid werd alleen maar erger toen bleek dat de dader geen dood of schuld opgelegd kon krijgen. En in januari uiteindelijk de rechtszaal uitliep met een totale boete van €1250. In Nederland is het gewoon zo, de aanrijding zelf was niet te voorkomen. En wat ik op de foto's heb gezien, klopt dat ook. Want op het moment dat Bem eigenlijk oversteekt, is die auto er ook al. En doordat dat dus eigenlijk niet te voorkomen is, kunnen ze hem geen dood of schuld of wat dan ook verwijten. Alleen wat ik daar dus niet van begrijp, is dat hij daar sowieso al niet had mogen rijden. Door het rijbewijs, dus wat doe je daar überhaupt achter het stuur? En toen kwam de uitspraak en dan wouden ze ook nog eigenlijk misschien in hoger beroep. Dat ik denk van, dan wil je een hoger beroep tegen een bekeuring? de bekeuring te hoog. Weet je, dus dat zegt voor mij gewoon van, ja sorry, dat is geen medeleven. Een maandje geleden was er dan eindelijk weer een reden tot lachen. Zoontje Bem Sonne werd geboren, vernoemd naar zijn grote broer. Ja, hij doet hartstikke goed. Rustig, tevreden kind, dus dat is wel heel erg fijn. Ja,
kijk, je zit natuurlijk eerst in de roes van de bevalling en het nieuwe geluk. En ik merk wel dat nu toch ook wel weer het verdriet van Ben toch ook wel weer de overhand gaat voeren. Dat is wel eventjes, nou ja, ik denk 2-3 weken dat dat een beetje gedempt was. Maar dat is toch ook echt wel weer terug. Maar ik ben wel heel blij dat we hem, dat we Bemsen nu hebben.